Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota. NRC schrijft vandaag over de presidentsverkiezingen in Pakistan. Zittende president Musharraf gaat daar waarschijnlijk winnen. En ik lees de krant met iemand die er in maart nog op werkbezoek was. Tweede Kamerlid voor de SP, Harry van Bommel. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hallo Robert. Hallo Harry. Dag. Alles goed? Zeker. Kom verder. Je gaat vandaag op reis? Ja. Een paar dagen naar de NAVO-assemblee in IJsland, naar Reykjavik. Kom verder. Koffer al gepakt? Bijna klaar. Nog niet helemaal. Ik moest nog wat overhemden strijken. Overhemden strijken? Ja. Doe je dat zelf? Ja, 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 ja. Zeker. Jij niet? Ja, maar ik vraag het aan het Kamerlid. Ja, ja, nee, ik doe het zelf. Bij de SP moet je alles zelf doen, toch? Nou ja, overhemden strijken wel, ja. Harry, presidentsverkiezingen in Pakistan. En Musharraf gaat waarschijnlijk winnen. Is dat goed voor het land? Er is op dit moment niet veel alternatief, denk ik. Ik deel je opvatting, hij zal waarschijnlijk wel gaan winnen. Ja. Nou ja, Musharraf werkt goed samen met het Westen in de strijd tegen terrorisme. En daarom wordt hij in het zadel gehouden. Hij is natuurlijk via een staatsgreep aan de macht gekomen. Ja. En over het algemeen geldt daarvoor dat we daar niet mee samenwerken. Maar we hebben hem nou nodig, althans zo wordt er naar gekeken. Ja, en nu gaat het verhaal dat hij zijn uniform gaat uittrekken straks als hij herkozen wordt. Ja. Dat wil men in Pakistan heel graag. Die dubbele pet, legerleider en politiek leider, dat wordt als een slechte combinatie gezien. Aan de andere kant geldt dat hij door zijn legerpet ook wel weer de macht over het leger heeft. En dat ook weer, wordt ook wel in Pakistan wel weer als positief gezien. Dus er is voor beide wat te zeggen. Maar waar het vooral om gaat is dat hij zijn steun betuigd heeft en in de praktijk daar ook aan meewerkt. Om te zorgen dat het terrorisme in die regio wordt aangepakt. Ja. Nu is Pakistan een conservatief islamitisch land en tegelijkertijd een bondgenoot van het Westen. Krijgt miljarden van de Verenigde Staten. Hoe hoog is het democratisch gehalte van het land in jouw ogen? Ja, kijk, wij zijn scheiding tussen kerk en staat gewend. In Pakistan hebben fundamentalistische moslims hebben veel invloed op het beleid. En als Musharraf daar niet enigszins rekening mee houdt, bijvoorbeeld bij de Koranscholen, de madrassa's, dan heeft hij een probleem. Ik was er in het voorjaar met de Kamer en daar hebben mensen gesproken die echt vrezen dat wanneer Musharraf te hard optreedt tegen fundamentalistische moslims en bewegingen daarvan, ook Taliban die in Pakistan aanwezig is, dat het land dan het risico loopt uiteen te vallen. En dan zijn we nog veel verder van huis. Dus in die zin is Musharraf op dit moment wel belangrijk voor Pakistan om het bijeen te houden en ook voor de internationale gemeenschap. Maar even kort, het democratisch gehalte, is het hoog genoeg of mag het nog wel wat hoger? Dat kan beter, maar dat kan altijd beter. Ook in Nederland. Ook in Nederland bij de SP het misschien? Het kan overal beter. Oh ja, overal. Ook bij de SP, een democratisch gehalte? Ik denk dat wij de meest democratische partij van Nederland zijn, maar het zou... Daar is kritiek. Te centralistisch geleid. Een man die er al decennia op de bok zit. Dat geld dat vloeit gedwongen af naar de partijkas. Een hoofdredacteur die gemuilkorfd wordt. Over het laatste... Nee, het is een totaalbeeld. Ja, kijk, het is een opeenstapeling van feiten waar best veel op af te dingen valt. In ieder geval geldt dat de leden het laatste woord hebben. En dat hoort in een democratische organisatie. We hebben binnenkort ons congres. Daar hebben de leden weer het laatste woord. Ja. En de leden bepalen wie er op de eerste plaats staat. Hoe de partij georganiseerd is en hoe het zit met de afdrachtregeling. En van de afdrachtregeling, ik draag al 17 jaar als volksvertegenwoordiger, deelraad, gemeenteraad, nu Kamer, bijna 10 jaar, een fors deel van de inkomsten af. Daar geldt op de eerste plaats, leden moeten dat wensen, maar de mensen zelf ook. En het merendeel, 99% van onze vertegenwoordigers, doet daar geestdriftig aan mee. Toch heb je onlangs gezegd, het kan democratischer bij de SP. Zeg nu ook, het kan altijd democratischer. Het kan altijd beter. Wat kan democratischer bij de SP? Ja, je zou daar allerlei vormen voor kunnen vinden. Maar noem eens iets concreets. Dat komt aan de orde op ons congres. Je zou bijvoorbeeld de leden nog meer invloed kunnen geven. Kijk, de Partij van de Arbeid
Nee, niet de Partij van de Arbeid, maar de SP. De Partij van de Arbeid heeft zijn leider rechtstreeks gekozen. Alle leden. Bij ons gebeurt dat door congres. Ik zeg niet dat het beter is. Ik zeg dat het zou kunnen. Dus een fractievoorzitter, een partijvoorzitter moet je scheiden. Ik ben daar een voorstander van. Dat is verklaard. Het is aan het congres om daar eventueel een besluit over te nemen. Wat zou Jan ervan vinden? Dan moet je aan Jan vragen. Maar Jan, wat denk jij? Jan Marijnissen, nee. Wat zou Jan Marijnissen hier nou van vinden? Als dit echt een feit wordt? Nee, dat is heel simpel. Het is een oude discussie. Die wordt op het congres gevoerd. Nee. Jan legt zich vanzelfsprekend neer bij besluiten die op het congres worden genomen. Zo simpel is dat. Maar dat de partij leidt aan verkalking? Hoor je mij niet zeggen. Nee? Nee, wat dat betreft zijn wij de meest vitale partij. Och, die discussie wordt open gevoerd, ook dit soort gesprekken. Wat is jou verder opgevallen in de krant van vandaag? Nou, laten we eens verder kijken, want ik heb wel een paar berichten gezien. Korea natuurlijk. Ajax. Voetballen, ja. Vier ploegen uitgeschakeld gisteravond. In de UEFA Cup. Ik heb zelf niet kunnen kijken, maar eerlijk is eerlijk. Ik zou zelf waarschijnlijk ook niet gekeken hebben, omdat ik sinds ik zelf niet meer voetbal, er niet meer zoveel mee heb. Als je zelf voetbalt, dan ligt dat volgens mij meer voor de hand dat je ook echt gewoon naar het spelletje kijkt. Wat speelde jij vroeger? Ik was rechtsvoor. Veel lopen. En dat doe ik nog steeds. Daar hou ik wel van. Ja? Ja, helemaal in het zweet lopen. Ja. Dus daar heb ik niet naar kunnen kijken. Had je een goede voorzet? Behoorlijk. Ik zag nog een bericht wat me opviel hier. Hugo Claus. Dat hij hoog genomineerd zou zijn of worden voor de Nobelprijs voor Literatuur. Dat is wel verdiend voor zijn hele oeuvre. Dat zeggen ze al jaren, joh. Ja, nou, het is de vraag. Ja, maar bij de Nobelprijs geldt in ieder geval, als je genoemd wordt, dan tel je al mee in de hogere regionen van, in ieder geval van de literatuur. Wetenschap ook wel. Het bijzondere hier is dat het nou gaat om een gokkantoor dat zijn kansen hoog inschat. Precies. Dus dat is eigenlijk het nieuws. Niet zozeer dat hij genoemd is. Maar wat mij betreft mag hij hem krijgen. Ik ben een bewonderaar van Hugo Claus. Ja? Ja, zeker. Wat is het laatste boek dat je van hem gelezen hebt? Het jaar van de kreeft. Ja. Aandacht voor het referendum dat er niet komt. Nou, dat is nog maar zeer de vraag. Nee hoor, want Balkenende zegt, er is weliswaar roep om een nieuw referendum voor het Europees verdrag, maar het komt er niet. Ja, maar het aardige is dat Balkenende daar natuurlijk niet over gaat. Balkenende gaat over wat de regering vindt en de Kamer gaat erover wat de Kamer vindt. En er zijn 5 politieke partijen in de Tweede Kamer die vinden dat er zo'n referendum moet komen. Dat is geen meerderheid, maar we weten nog niet wat de VVD gaat doen. En we weten ook nog niet wat individuele partijen van de arbeidsleden gaan doen. En een aantal van hen is voor een referendum. En de VVD heeft verleden keer ook ingestemd met het referendum in 2005. Dus ik heb goede hoop dat men dat standpunt nu ook zal huldigen. Zeker omdat er een verdrag ligt, komt te liggen, wat heel erg veel lijkt op die oude grondwet. Ja. Ja. Jij liep voorop met een nee tegen de grondwet. Ja. Ben je niet teleurgesteld dat in een nieuwe jas het verdrag alsnog er gewoon lijkt te gaan komen. Ja, Nederland gaat het natuurlijk ook niet echt tegenhouden, dat weet jij ook wel. Nou, dat weet ik helemaal niet. Nee. In 2005 zei iedereen ook van, ja, dat is een gelopen race. Dat bleek het niet te zijn. Er kwamen ook heel veel mensen op. En ik zou het een verspilling van grote betrokkenheid van kiezers vinden wanneer je nou zegt van, ja, het is nou zo'n goed verdrag, laat maar geen referendum doen. De meerderheid van de Nederlandse bevolking wil een referendum. En ik vind dat we dat ook verdienen met z'n allen. Als dat verdrag er nou toch komt, zou je dat dan een nederlaag vinden voor jezelf, na al je inspanningen? Als dat na een referendum gebeurt, niet. Als het zonder referendum gebeurt, dan toch een beetje wel, ja. Daar zit je benauwd. 4 letters. Begint met een R. Ja, ik ben niet eindig zo, op een S. Ik ben niet zo'n puzzelaar. Rats. Rats, oké. Toch nog even plagen. Oké. Zat je onlangs in de rats toen er een klacht tegen je werd ingediend door een mevrouw uit Jordanië omdat je al te enthousiast was over haar uiterlijk? Ja, nee, kijk, dat is helaas niet goed in de pers gekomen. Er is geen klacht ingediend. Ze klaagde. Ze heeft daar gesprek over gevoerd met de ambassadeur. Verhagen die gaf dat weer door aan de Kamertop. Daar heb je een gesprek mee gehad. Je eigen partijsecretaris zei, we hebben Harry erop aangesproken op zijn gedrag in sommige situaties. En daarmee is de zaak afgedaan. Ja. Gelukkig. Nu staat er al in allerlei columns dat jij een vrouwenversierer bent. Dat is niet leuk, toch? Nee, dat is niet leuk. Nee. Maar klopt het ook? Het is de vrijheid van de columnist om te schrijven wat hij wil.
En het is niet gebruikelijk om daarop te reageren. Dus dat doe ik ook maar niet. Maar doet er nog een ex een boekje open in de krant van Wakker Nederland? Ja, daar ben je natuurlijk niet blij mee als dat gebeurt. Ik vond dat ook niet netjes. Het SP-stagiaires voor jou gewaarschuwd worden? Ja, dat is dus echt flauw. Dat is echt onzin. Dat is echt onzin. Jij bent geen notoire vrouwenversierer? Nee, lijkt me niet. Nee, want je bent wel met Lubbers ook vergeleken. Ja, het mag allemaal. Het mag allemaal. Dit bericht viel me ook op. Het gaat over kaartjes voor concerten. Heel erg duur. Pas nog in het nieuws The Police. €80 voor een kaartje in Arena. Is wel heel erg veel geld. Ook heel veel kaartjes die op de zwarte markt worden verkocht. Daar gaat nou wat aan gedaan worden als het goed is. Dit gaat dan over de online kaartjesbeurs. Van Mojo, ja. Van Mojo, de grote concertorganisator van Nederland. Ik vind die kaartjes vind ik erg duur. Zeker als je kijkt naar, laat maar zeggen, de goedkoopste kaartjes. Je hebt ze altijd nog. Maar jij moet al je geld aan de SP afstaan, dus je kunt helemaal geen kaartjes kopen. Gelukkig niet al mijn geld, want anders dan zou ik inderdaad helemaal niks meer kunnen doen. Maar dat is niet aan de orde. Ik krijg nog steeds een heel behoorlijk salaris, wat heel veel Nederlanders niet verdienen, een modaal salaris. Hoeveel heb je dan in de maand? €2,2300 netto. Dat is geen slecht salaris. Wat draai je thuis voor muziek? Dat varieert. Een Nederlandstalig, Bluff, maar zelfs Guus Meeuwis. Engelstalig, modern, maar ook Mary Black. Heel wisselend. Welke cd's draai je in de auto? Ik draai geen cd's in de auto, omdat ik dat niet kan. Ik draai cassettes in de auto. Cassettes? Ja, ik draai cassettes in de auto. Als ik het nieuws even zat ben... Oude media. Dan draai ik inderdaad... Harry van Bommel is van de oude media. Ja, ik loop vaak, als het op apparaten aankomt, loop ik één generatie achter. Ja, nu wil ik die cassettes wel zien ook eigenlijk. Dat is goed, die staan daar, bij de cassette recorder. Dat is zo'n ouderwetse doos, weet je wel, waar je gewoon alles in opslaat. Zoals je voor het grijp hebt. Ik zie daar nog de Les Humphries Singers liggen. Ja. Ja, die vrolijke muziek. Dat nummer wat iedereen kent, Mexico, weet je wel. Zal ik eens draaien? Ja, doe maar. Ja. Voor de jongere generatie. Ja, ja. Let op, iedereen herkent dit meteen. Iedereen die dit één keer gehoord is. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toyota.